Het zit erop. Josias van Aartsen is een gewone burger. Hij is gisteravond afgetreden als burgemeester. In het Haagse TV-journaal zie je vanavond een uitgebreide terugblik. Het was een bijzonder afscheid waar Van Aartsen geëerd werd als burgervader. Uit de handen van wethouder Tom de Bruin kreeg hij de erepenning van de stad. Hij is daardoor ereburger van Den Haag. Mag je mededelen dat het college, en in dit geval voor het eerst zonder jou daarin te kennen, heeft besloten, en nu volgt het dictum en de officiële tekst, de hoogste onderscheiding van de gemeente, de gouden erepenning, waaraan verbonden het ereburgerschap, toe te kennen. Na 9 jaar nam Van Aartsen afscheid. Het echte feest was in de Fokkerterminal. Verslaggever Ivo Lingen merkte dat het toch wel een emotioneel afscheid was. Vanavond, ik zei het hier ook, je wordt er heel klein en nederig van. Want ik heb, wat ik een aantal malen heb gezegd, ik heb gewoon mijn werk gedaan. En dat heb ik met heel veel plezier gedaan. Dat kon ik doen omdat de stad is. Vanavond tranen biggelen over mijn wangen. U heeft natuurlijk veel ambten mogen bekleden. Is burgemeester zijn dan het mooiste vak? Je moet je altijd voor de geest houden, voor wie doe ik het eigenlijk? Voor wie ben ik bezig? En kun je iets doen op de langere termijn ook voor mij? Dat vind ik dan ook belangrijk. Al die Hagenaars die nu op scholen zitten, die moeten straks ook werk hebben. En daar moet een college nu aan werken. U zegt net van ja, het gaat om de mensen. Welke ontmoetingen koestert u dan het meest? Nou, wat ik altijd heel, heel belangrijk vond, als er een brand is, als mensen huizen uit moeten, als ze tijdelijk in een hotel moeten, als een poosje na, terwijl die brand aan de gang is en je weet waar ze toe moeten, dat je dan in de bus, ik herinner me een paar van die episoden, dat je in de bus met de mensen praat die heel geschokt zijn, die opeens uit hun huis moeten, dan gaat het om de hele simpele dingen. Dat zijn hele, dan merk je dus hoe belangrijk dat vak van burgemeester is. Dus je bent inderdaad dan een burgervader. Bij de afscheidsreceptie waren honderden mensen en die spraken allemaal met lovende woorden over Van Aartsen. Ik heb hem meegemaakt als een zeer verstandige, wijze, humoristische man met humor. En een hele goede bestuurder en een fijne collega om mee samen te werken. Hij kent ieder hoekje van de Schilderswijk. Hij wordt op handen gedragen door de hele stad. Dan denk ik dat hij iedereen heeft verrast en dat hij dus een burgemeester is voor de hele stad. Hij was gewoon letterlijk en figuurlijk onder de mensen in de stad aanwezig. Zonder koude kak, zonder capsones. En tegelijkertijd was hij heel stijlvol. Je kan echt zeggen, het is een waardige burgemeester voor iedereen. Ik ga Josias ongelooflijk missen. Maar ik gun het hem ook heel erg dat hij nu tijd heeft voor Harriet zijn vrouw, voor zijn zoons, zijn kleinkinderen, zijn schoondochters. En volgens mij gaan we hem nog heel veel zien in de stad. Ik denk dat Den Haag hem zal missen. En Nederland ook wel een beetje, als een topbestuurder die eigenzinnig is, maar altijd zichzelf. Ik ken Josias een klein beetje. Ja, je hoort het ook, mag hem Josias noemen. En ik weet gewoon zeker dat hij gewoon voor de rest van zijn leven, en dat duurt nog heel lang, altijd verbonden zal zijn aan Den Haag. Dus ja, we hoeven hem helemaal niet te missen. En is er nou een moment dat u bezig was als burgemeester en dat u dacht van, waarom ben ik hier eigenlijk aan begonnen? Nou, je hebt wel eens momenten dat je denkt, maar er zijn dan een paar hele lastige dingen. Maar slaapt u daar dan ook slechter van? Nee, dat niet. Want bovendien, als je slecht zou slapen als burgemeester, dan hou je het niet lang vol. Bent u in de loop der jaren, want zo ben ik het gaan zien, eigenlijk de stad wat ontspannender gaan besturen dan in het begin? Hoe ziet u dat? Oh, dat is best mogelijk. Je moet enorm wennen aan het vak. Ik was nooit burgemeester geweest. En
Ja, nou ja, op een ogenblik krijg je de, ken je de mensen, weet je hoe ze reageren, hoe ze in elkaar zitten. En dat maakt het allemaal wel wat makkelijker. Want het is, je moet er heel veel energie in steken. Je moet enorm geïnteresseerd zijn in ja, hoe de hazen lopen, wat er speelt. We vroegen een aantal Hagenaars om een vlog op te nemen voor de burgemeester. Allereerst politiek verslaggever Lot van Breen, die Josias regelmatig het vuur aan de schenen heeft gelegd. Een ingeslagen weg, daar wijkt hij nooit van af. Soms zou het misschien wel eens verstandig zijn geweest, maar ik heb er eigenlijk altijd wel respect voor gehad. Net zo goed als dat hij ook nooit meehuilde met de wolven. En zeker in deze tijd van schrillelijkerts in de media, maar ook de sociale media, vind ik dat een verademing. Nou, binnenkort bereikt de burgemeester de respectabele leeftijd van 70 jaar. Maar wij hopen en we schatten dat ook wel in dat hij niet achter de geranium zal zitten. En dat hij toch echt wel iets zal gaan doen nog. Natuurlijk wil ik je heel graag zien. Maar nou op leuke feestjes en partijen natuurlijk, zoals wij gewend zijn. Het allerbeste voor de toekomst, uw NAG-collega René Bon. Mijn vraag aan u zou zijn, wat u gaat doen nu u klaar bent als burgemeester? Dat weet ik nog niet. Je wordt wel benaderd door mensen die zeggen, zou je niet dit, zou je niet dat. Maar ik heb tegen iedereen gezegd, ik werk gewoon door tot 28 februari 12 uur. Daarna ga ik post nadenken over hoe ik mijn leven in de komende jaren wil inrichten. En waarschijnlijk rond de zomer ga ik daar een paar besluiten over nemen. Maar voorlopig even niet. Is er nou iets waar u de afgelopen jaren geen tijd voor had, maar had wel wat willen doen? Ik las in de Volkskrant bijvoorbeeld dat u graag nog een biografie zou lezen. Maar zijn er nog andere dingen die u heel graag zou willen doen? Oh, nou ja, je hebt weinig vrije tijd. En dan heb je in de zomer waar wat gebeurt. dat kan allemaal gebeuren. Ik zal het heerlijk vinden meer naar... wat ik enorm mis is naar een bioscoop gaan. Dat vond ik gewoon altijd vroeger heerlijk. Gewoon zo'n avond in een bioscoop hangen. Toneel heb ik behalve wanneer er moest zijn. Maar muziek, dat zal een belangrijk deel van ons leven ook gaan uitmaken. We krijgen nu een burgermoeder. Josias van Aartsen wordt opgevolgd door Pauline Krikke. Volgens deze Scheveningse dames moet ze vooral één eigenschap hebben. Hopen dat de nieuwe burgemeester ook haar heeft. Ja, dat moet. Kijk, dat een burgemeester in Den Haag die moet gewoon A, veel op Scheveningen zijn en B, van haring houden. Tot zover deze speciale uitzending van het Haags TV-journaal. Maandag zijn we er weer om 6 uur op Den Haag TV. Meer nieuws is te vinden op onze website, op onze app voor Android en iPhone en op 92.0 Den Haag FM.